Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. En niet zomaar één. Ik ga namelijk voor het eerst in mijn leven bij de kringloop shoppen. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Het is ook echt nog nooit in me opgekomen. Totdat jullie allemaal zeiden, ga dat eens doen. Ik heb al eens eerder vintage video's gemaakt. Dat ik gewoon naar de episode ging. Dat is ja een beetje vergelijkbaar. Ook tweedehands. Maar dat is allemaal wel wat duurder. En toen gaf ik ook al aan dat ik dacht dat tweedehands kleding altijd heel goedkoop was. En daar verbaasde ik me toen al over. Maar blijkbaar heb je dus ook een kringloop. En daar is het dus blijkbaar wel heel goedkoop. Dus ik ga daar vandaag heen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het een beetje viezig misschien. Het is misschien raar om te zeggen. Maar je weet natuurlijk nooit wat voor mensen die kleding eerst hebben aangehad. Maar we gaan het zien. Waarschijnlijk is het allemaal wel gewassen. En ik ga echt mijn best doen. Ik ga me er overheen zetten. Ik ga echt wat leuks proberen te vinden. En ja, laten we gaan. Ik ga naar de Rattenplan in Haarlem. Want heel veel van jullie zeiden dat dat de beste kringloop is. Dus ik ga er maar gewoon heen. Ik ben heel benieuwd. Heb jij ook zin in deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Ik dit passen. Het is op zich wel een leuke broek. Gewoon beige. Ik hou van beige. Ik heb al 3 beige dingen nu in mijn hand. Nou, proberen. Is dit wat? Ik weet het niet. Van Esprit. Oh, dankjewel. Wat aardig van je. Dat is wel leuk. Ja, leuk. Oh, die is ook leuk. Ja, die is ook wel leuk. En dit? Nee, hè? Van de Zara? Oké, ja. Oké, ik sta in het pashoekje. Ik heb best wel veel dingetjes meegenomen om te passen. Ik heb geen idee of het leuk gaat staan. Ik weet ook echt niet welke maat alles is. Daar heb ik absoluut niet naar gekeken. Ik dacht gewoon, oh leuk, en dat neem ik mee. Maar ik ben benieuwd. Ik ga gewoon alles even aantrekken. Ik vind het nog steeds een beetje viezig. Ik vond het ook een beetje gek om de kleren heen te zoeken. Maar we gaan het zien. Dit is in ieder geval wat ik allemaal heb meegenomen. Ik ben benieuwd. Oké, ik moet heel hard lachen, want deze blazer is echt miljoenen maten te groot. Hij is van de mannenafdeling trouwens. Ik dacht, boeien, daar ga ik ook gewoon kijken. En ik vond de kleur van deze blazer dus echt heel mooi. Maar hij is echt heel groot. Je ziet het vooral hier bij de schouders. Hij is veel te groot. Hij kost 6,50. Dus het is echt niet duur. En de kleur is ook heel mooi. Als het mijn maat had geweest, had ik hem denk ik wel meegenomen. Maar het is gewoon veel te groot, helaas. Dus dat is jammer. Ze hadden niet heel veel blazers hier. Maar was ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar of ze een mooie blazer hier zouden hebben. Dus nou ja, ze hadden deze. Ik dacht, ik probeer het gewoon, maar helaas. Hier ook nog even een grote spiegel. Hij is echt veel te groot, helaas. Jammer. Dan dit vestje. Deze zagen jullie net ook al. Ik weet het niet. Ik vind het op zich echt een leuk vestje. Hij is ook een leuke kleur. Alleen, ik weet niet zo goed wanneer ik dit zou dragen. Maar ik denk dat er op zich wel dagen kunnen zijn dat ik iets makkelijk zoals dit aan wil. En dan is zo'n leuke kleur natuurlijk wel echt fantastisch. Hij is 4,50, dus het is echt geen geld. En hij is dus van de Zara, of had ik dat al gezegd. Ik vind alleen, dit vind ik altijd zo jammer, dat er zo'n puntje hier uitziet. Dus ik vouw dan altijd naar binnen. Ja, het is heel simpel, maar het is eigenlijk best wel leuk, toch? Misschien neem ik die wel mee. Kijk, dit is hem. Nou, ik vind dit wel leuk. Van achter is hij dus een beetje vreemd, zoals je ziet. Maar volgens mij hoort dat. En dan ziet hij verder ook heel netjes uit. En een leuke kleur dus. Dan heb ik nog een beige blazer. En hier had ik al mijn twijfels een beetje bij toen ik hem pakte. En ja, ik weet niet echt of ik deze echt leuk vind. Ik vind het model denk ik gewoon een beetje vreemd. En de stiksels vind ik ook niet zo heel mooi. Maar het kan ermee door. Ik ga zo even kijken hoe duur die is.
zich niet verkeerd hoor. En het is ook wel precies mijn maat, dus dat is een voordeel. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat vinden jullie? Misschien vind ik hem toch wel leuk. Ik dacht net toen ik hem aandeed nee, maar ik vind hem eigenlijk wel leuk. Grappig. Maar ik ga ook even kijken hoe duur die is. Ik vind de kleur gewoon heel mooi. Ik ben gewoon echt op zoek naar een blazer in deze kleur. En ik was al bij de H&M en zo gaan kijken. En de Zara. Daar zijn ze natuurlijk veel duurder. Dus ik ga even kijken hoe duur deze is. Oh my god. Hij kost letterlijk €3,50. €3,50. Even serieus. Die neem ik echt mee. Superleuk. Ja. En dan heb ik nog één jasje, vestje-achtig ding. Nou ja, dit is wel echt een jasje. Het is een spijkerjasje, maar er zit dus een rits in. En deze vind ik ook echt heel leuk. Hij zit echt fantastisch. Hij zit precies goed, precies mijn maat. Ik vind de kleur ook heel mooi. Ik heb wel net al een spijkerjasje. Maar ik vind deze ook wel leuk. Deze heeft net een iets andere kleur. Ik ben helemaal om. Ik vind het superleuk. Het is echt een goed gevoel als je dan iets vindt wat echt goed zit. Helemaal leuk. En er zit een rits in. Dat heb ik echt nog nooit gezien bij een spijkerjasje. Ik ga ook even naar die grote spiegel. Nou, dit is echt een heel leuk jasje. Superleuk. Ik ga ook even kijken hoe duur deze is. Hij kost €5,50. Ja, mijn camera stelt niet scherp, maar geen geld wederom. Deze gaat ook mee naar huis. Qua merkjes, geen idee. Mijn moeder zei dat dit van de V&D is, Soho New York. Oh, trouwens maat 40. Nou, pas perfect. Zo zie je maar, maat kan je niet van een baan. En het beige jasje is van de Esprit. Helemaal leuk. Dan heb ik nu nog twee broeken en een wit rokje. Ook heel benieuwd. Ik weet echt niet of ik dit ga passen. Oh, ik zie nu dat dit maat L is, maar hij ziet er echt wel klein uit. Dus ik ga het gewoon proberen. Oké, ik heb die eerste broek aangetrokken. Maar deze is wel echt groot. Echt te groot. Hij lubbert ook aan alle kanten. Is ook best wel kort. Dus nee, het zag er leuk op de hanger uit. Maar ik weet het niet. Hij is gewoon te groot. Dus dit is hem helaas niet. Ik vond het wel leuk met die elastieke band. Het zit lekker. Gaat makkelijk aan. En de kleur vind ik natuurlijk mooi. Ik heb alles in die kleur gepakt. Omdat ik dat gewoon een hele mooie kleur vind. Maar nee, ik voel hem niet. Ook nog eventjes hier. En hij kost trouwens €4,50. Dus ook echt niet duur. Maar hij is gewoon te groot voor mij hier ook. Nee, helaas. Dan heb ik ook nog deze broek. En ik betwijfel dus of dit een mannen- of een vrouwenbroek is. Volgens mij is het een mannenbroek. Maar ik weet het niet. Ook deze is best wel groot. Maar ik denk op zich dat ik hier wel iets van kan maken. Met een leuke riem of zo. Maar misschien zit hij hier een beetje lelijk of zo. Hij is echt een straight fit, wat ik heel erg mooi vind en heel erg lekker vind zitten. Ik ga ook even naar die andere spiegel. Ook nog even met de grote spiegel. Mijn moeder zegt nee, niet mooi. De onderkant alleen leuk, maar de bovenkant zit raar of zo. Maar ja, misschien moet je het ook zien met een leuke riem. Ik denk dat ik hier wel wat aan kan maken. Hij is €4,75. Geen geld. Hij is wel echt aan de grote kant, maar hij zit wel heel lekker. En hij is ook best wel high waist. Hij is wel groot, maar ik weet het niet. Ik ga het denk ik wel meenemen. Ik denk wel dat ik hier wat leuks mee kan. Oké, dit rokje kom ik helaas niet in, want hij is echt heel leuk. Maar hij is net te klein. Kijk wat voor merkje het is. Geen idee, maar hij is €4,25. Er staat verder ook geen merkje in. Jammer, ik vind deze echt leuk, maar hij is echt klein. Ik kwam er met één been in, helaas. En dat was eigenlijk alles alweer wat ik heb gepast. Het heeft me echt verbaasd. Ik ga bijna alles nemen van wat hier hangt. Dit had ik echt niet verwacht. Oké, ik ben inmiddels weer thuis. En ik dacht, ik laat jullie nog eventjes zien wat ik allemaal heb gekocht. Want ik heb dus een hele doos vol. En ik ben echt zo verbaasd door de kringloop. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb superveel leuke dingetjes gekocht. Ook nog een aantal huisspulletjes. Dus dat ga ik ook laten zien. Want misschien weten jullie het nog niet. Maar ik heb een huis gekocht samen met mijn vriend. Wij gaan samen wonen. En over 2 weken krijgen wij de sleutel. Dus ik ben steeds al een beetje meer aan het verzamelen. Onze slaapkamers zien er ook inmiddels uit als IKEA-opslagruimtes ongeveer. En ik vond het ook wel leuk om bij de kringloop even te kijken. Dus ik heb wel een aantal dingen gevonden. Ik ga gewoon even alles laten zien. Ik begin wel even met de kleding. Ja, jullie hebben het net natuurlijk al wel eventjes gezien wat ik allemaal heb gekocht. Ik zal nu ook nog een paar leuke aanbeelden maken. Allereerst dit spijkerjasje. Die heb ik meegenomen. Deze was dus €5,50. Echt mega goedkoop van Soho New York. Volgens mijn moeder dus van de V&D. Ik vind het echt een heel leuk spijkerjasje. En er zit dus een rits in. Ik heb alleen niet getest of die rits ook werkt. Want ik gebruik die rits toch nooit. Maar ja, verder echt een superleuk spijkerjasje. Ik had al wel een spijkerjas, maar deze is toch wel net even anders. En deze zit ook eigenlijk veel mooier. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik toch deze broek gewoon maar meegenomen. Want ik dacht, hier kan ik echt wel wat leuks mee doen. En deze is €4,75. Hij is van
Ultimate Jeans Just For Wearing. Geen idee, maar dit is sowieso een mannenbroek. Want er staat een mannenbroekmaat in. Maar I don't care. Ik liep ook in die winkel met die broek aan. En toen zei ik tegen mijn moeder, nou, volgens mij is het een mannenbroek. En toen liep er een vrouw langs en die zei, nee hoor, jij hebt hem nu toch aan. Nou, dan is het een vrouwenbroek. En daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Want wat maakt het ook uit? Ik vond de kleur heel apart. Een beetje groenig of zo. Beige groenachtig. En ja, ik vond hem heel mooi. De onderkant was mooi straight. De bovenkant vond ik iets minder. Maar ik denk dat ik er wel wat leuks mee kan doen. Dus ik zal het even in aanbeelden laten zien als ik er wat leuks van heb kunnen maken. Dan heb ik ook deze blazer natuurlijk meegenomen. Eerst was ik een beetje sceptisch. Ik dacht, nou, is die wel echt leuk? Is het wel echt wat voor mij? Omdat ik de stiksels gewoon niet zo heel erg mooi vind. Vind ik nog steeds niet. Maar het jasje zelf vind ik wel heel leuk. En er stond ook heel mooi. Dit is maat, even kijken, dit is maat 40. Nou, ik heb normaal maat 36, maar ik vind het dus juist leuk als blazertjes iets oversized zijn. En hij zat gewoon echt heel lekker en heel mooi, dus ja, hier ben ik ook blij mee. Oh, en deze kost, even kijken, 3,50. Misschien dat ik het net ook al zeg, maar even serieus, 3,50. Wat ik nu op het kaartje zie staan is zitgatinvoering. Maar ik zit dus even te kijken. En dat is dus echt alleen aan de binnenkant. Nou, niemand die dat ziet, toch? Wacht. Kijk, kan je het zien? Ja, er zit een heel klein gaatje in, maar echt niet boeiend. En dan had ik als laatste kledingstuk nog dat gele vestje meegenomen, toch? Hier ga ik ook even een leuke outfit mee verzinnen en aan jullie laten zien. Want ik denk dus dat ik hier in de zomer heel veel leuks mee kan. Mijn ouders hebben namelijk een speedboot en die ligt in het IJsselmeer. Daar gaan we zomers heel vaak mee varen. Vind ik heel leuk. En dan is zo'n vestje als dit echt super chill om mee te hebben voor als het eventjes wat frisser wordt. Het is heel dun en dan is het lekker om eventjes over een simpel outfitje heen te trekken. Dus ja, hier ben ik blij mee. Ik vond de kleur super leuk. En deze is van de Zara. Oh, dat had ik waarschijnlijk al gezegd. Super leuk. Maat S, dus precies mijn maat. Helemaal blij mee. Dus ja, ik ben echt goed geslaagd aan kleding. Ik had het niet verwacht. Ik had eigenlijk sowieso niet verwacht dat ik iets van kleding mee zou nemen. Dus ik ben helemaal verbaasd. Echt waar. Ga ik nu ook even de home spulletjes laten zien. Ik heb allereerst wat schaaltjes meegenomen. Waaronder dit olijvenschaaltje. Deze vond ik echt heel schattig. Mijn moeder heeft deze thuis ook. En ik zag hem staan toen dacht ik, ja leuk, die wil ik ook hebben. Dus echt voor olijven. En hier doe je dan de prikkertjes in en hier kan je de pitten in doen. Super schattig tapasbakje. En dan heb ik ook nog deze twee soepkommetjes meegenomen. Maar je kan ze ook gebruiken als je iemand op visite komt om nootjes in te doen of zo. Ik vond het wel heel schattig staan. En het past ook wel een beetje bij de stijl die ik mooi vind. En ik had ook nog twee bordjes. Kijk, deze borden. Dit zijn ook een beetje schaaltjes waar je leuke hapjes op kan doen als iemand op visite komt. Het zijn precies dezelfde schaaltjes, maar dan in een andere kleur. En ze passen heel goed bij die soepkommetjes. En kan je plakjes kaas of zo op doen. Dus ja, ook super leuk. Echt een beetje zo'n Spaans stijltje. Daar hou ik wel van. Dan had ik ook nog drie onderzettertjes meegenomen voor pannen. Vet leuk. Ik heb geen idee hoe duur deze waren trouwens. Ik weet wel dat die schaaltjes en die bordjes allemaal 25 cent per stuk waren. En ik denk dat deze ook zoiets waren. Maar er staat verder geen prijs op. En ik heb geen idee wat het wat het kostte. Maar dit zijn dus gewoon onderzettertjes voor pannen. Super schattig. Ik hou heel erg van riet. Ik heb ook al veel rieten dingetjes gekocht voor in huis. Mijn vriend die noemt me oma Rietje. Omdat ik zoveel rieten dingetjes koop. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus ja, die had ik gekocht. Dan had ik ook nog voor op ons balkon. Want we hebben dus een appartement gekocht. Dit kandelaartje gekocht. Ook vet schattig. En daar kan je dus een vaccinelichtje in doen. Heel erg leuk vind ik dit. Met dat blaadje zo. Ook mintgroen. Een mooie kleur. Dit vind ik ook echt leuk. Een leuke kleur voor in huis. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan hadden jullie het net ook al even kunnen zien. Maar ik heb dus een rieten mandje gekocht. Waar ik echt super blij mee ben. Zoals ik al zei, ik hou heel erg van riet. Deze kostte €4,75. Mega leuk. En hier ben ik van plan om allemaal lekkere kleedjes voor op de bank in te doen. Dan gewoon in de woonkamer neerzetten. Super schattig. En dan heb ik nog één dingetje gekocht. Die ga ik ook even laten zien. En dat is een schilderijtje. En dit is echt typisch iets van you hate it or you love it. Maar ik vind dit is echt super schattig. Hij kostte €4. En hij is dus helemaal van hout gemaakt. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Maar ja, echt super mooi vond ik hem. En dan misschien een mooi plekje in de slaapkamer of misschien in de gang.
misschien wel in de woonkamer. We gaan even een mooi plekje hiervoor zoeken, want ik vind dit dus echt heel leuk. En ook wel een uniek stukje, denk ik, omdat het helemaal van hout is gemaakt. Ik denk dus dat het helemaal zelf is gemaakt door een heel creatief iemand. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht. Ik ben echt super blij met alles wat ik heb gekocht. Ik had dit dus echt niet verwacht en dan vind ik het nog leuker. Het allerleukste van dit shoppen vind ik dus dat dit alles bij elkaar, ik heb dus echt best wel veel gekocht, kostte mij in totaal 24 euro. Even serieus, hoe dan? Ik moet het echt vaker gaan doen. Ja, ik ben eruit. Ik ga vaker kringloop shoppen, want hoe leuk is dat voor zo'n kleine prijs zoveel leuke dingetjes vinden en ook nog unieke items. Dus ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Laat even in de reacties weten of ik dit vaker moet doen en geef ook even een paar tips wat voor kringloopwinkels ik heen moet gaan. Dat is altijd welkom en dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doeg!